Ondernemers kunnen de economie helpen bevorderen. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie onderneemt diverse acties ter stimulering van ondernemerschap. In dat kader heeft het departement vandaag het landelijk trainingstraject gelanceerd voor ondernemers. Het landelijk trainingstraject omvat een 3-daagse training basisvaardigheden ondernemerschap die zal worden verzorgd aan startende en doorstartende ondernemers. Minister Reshma Kuldeep Singh zegt dat vooral kleine ondernemers de nodige ondersteuning moeten krijgen omdat zij de ruggengraat zijn van de economie. En ik ben enorm blij dat u investeert in uzelf. Want dat is het belangrijkste. Hier begint het. En ik zeg altijd, investeren in uzelf is de toekomst voor Suriname voor morgen. We zijn er vandaag allemaal. We vechten voor een betere toekomst. Maar dit is alvast het begin. Het investeren waarin u begint te zeggen van ik wil ondernemer worden of ik ben al ondernemer, maar ik heb meer nodig. Ik moet weten hoe ik mijn salaris moet incalculeren. Ik moet weten hoe ik mijn kostprijs moet berekenen. Ik moet weten als die koers dropt wat de directeur net heeft gezegd, wat moet ik ermee doen? Ik moet weten hoe ik mijn plan moet schrijven, want die bank moet me geen nonsens komen vertellen. En we weten dat access to finance heel erg moeilijk is. Directeur ondernemerschap Karishma Mathura benadrukte dat deze sessies gratis verzorgd zullen worden aan personen die zich hebben aangemeld voor deze training, die goed aansluit op andere programma's die het ministerie aanbiedt. Als voorbeeld noemde Mathura de link met het KMO-fonds. Het ministerie is gestart met het KMO-fonds, waarbij ook voor het KMO-fonds we landelijk zullen treffelen, zullen intrekken om informatie te voorzien aan de ondernemers. Wat uniek en belangrijk is van het KMO-fonds is dat we niet alleen informatie zullen verschaffen en niet alleen de pre-screening zullen doen voor de bank. Er is een samenwerking met Trustbank Amana aangegaan voor het fonds, maar dat we ook de ondernemers zullen begeleiden en trainen. Dit programma sluit dan daarmee perfect aan, omdat er dan een goede samenwerking is, een goede wisselwerking is van ondernemers die nog getraind moeten worden in basisvaardigheden. En die toch een steuntje in de rug nodig hebben om te komen tot hun calculaties. Want als u een lening aangaat, zult u papierwerk moeten inleveren. En papierwerk is niet gemakkelijk voor ieder. Maar daarvoor zijn wij er als ministerie om u te begeleiden, om u te ondersteunen, om u te brengen naar de next level binnen ondernemerschap. Tijdens dit trainingstraject zullen deelnemers onder andere leren hoe zij een ondernemingsplan kunnen schrijven en hoe zij een bedrijfsidee kunnen ontwikkelen. Daarnaast zullen zij ook de grondbeginselen en karakteristieken van ondernemerschap aanleren.